Yo mensen van Superstar Gaming, super leuk dat jullie kijken naar de allereerste Let's Play op dit kanaal. Vorige video heb ik jullie laten stemmen op een poll. Die video staat waarschijnlijk nu niet meer online. Alleen ik heb jullie laten stemmen in een poll. Jullie hebben ook massaal gestemd en de resultaten zijn online. De games met de meeste stemmen, dus ook meteen de games die dan ook gewoon echt online komen. De andere komen ook, maar deze komen gewoon als eerst. Maar goed, de games die gewoon, ja, de meeste stemmen hebben gekregen, dat zijn Yoshi's Woolly World, Splatoon, Mario Kart 8 en Super Mario Galaxy 1. Dus ja, we beginnen met Yoshi's Woolly World, omdat die wel 3 stemmen had. 3 stemmen, dat is best wel veel. Dus best veel mensen wouden, ja, Yoshi's Woolly World zien. En dat is precies wat we nu gaan doen. Dus ja, hopelijk genieten jullie van deze eerste Let's Play. Dus eerste aflevering, eerste Let's Play. Een ja, best historisch moment, als je het mij vraagt. Maar goed. Yoshi's Woolly World. Oh, dat liedje is zo leuk. Maar goed. We beginnen meteen met een superleuk liedje. Maar goed. En er komt trouwens volgens mij ook een Yoshi's Woolly World op de nieuwe 3DS. Dus dat is ook super vet. Dus ja, ik vind het super vet om dit te doen. Want ik vind het op zich wel leuk om gewoon, ja, te gamen en dan er ook te praten erbij. Dat is gewoon leuk. Bijvoorbeeld als ik ga ragen, dan is het natuurlijk ook grappig voor jullie. Het spel is Nederlandstalig, dus voor jullie die ertussen zitten die niet zo goed Engels kunnen, jullie hebben geluk. Maar ja, het maakt ook niet zoveel uit. Ik speel met de Wii U Gamepad, omdat ik dat gewoon super fijn vind. En ja, Yoshi's Woolly World. Laten we beginnen. Even zo. Druk op A hebben we gedaan. Dus ik heb het nog niet gespeeld. Nou, ik heb het wel gespeeld, maar gewoon niet echt. Ja, dus laten we de blauwe doen, want die blauw is mijn favoriet. Dus in deze stand. Ja, laten we gewoon ja, klassiek doen. Je kunt wanneer je maar wilt van spelstand wisselen. Oké, dat is handig. Dus we gaan gewoon in ons eentje doen, want we hebben geen vrienden. Oké, dat heb ik wel, maar die zijn hier nu niet. Maar goed, dat boeit niemand. Welkom op Breiland, een eilandje midden in de Handwerkzee. Heel erg clever, maar goed. De Yoshi's leiden hier een vrolijk en onbezorgd leven. Maar op een dag wordt hun rust onverwachts en ruw verstoord. Dun dun dun! Het is Kamek! Met zijn ja, met zijn stok. En wat doet hij nou? Hallo kleine Yoshi's. Nou, ze zijn groter dan jij. Ik heb een verrassing. Ik ga jullie in bolletjes vol veranderen. Wie wil er eerst? Ik niet. Met je lolly. Oh, nou, wat is dat? Wat is dat? Nee! Zo schiet het niet op. Weet je wat? Ik verander jullie allemaal tegelijk. Slim plan, zeg. Oh, nee. Ze gaan verstoppen. Goed plan. Goed plan om te verstoppen. Snel! Oh nee! Ja, ons doel is om al die bolletjes vol te verzamelen, zodat we alle Yoshi's terug kunnen brengen. En, ja, de Yoshi's kunnen redden. Zo, dat lijkt me wel genoeg vol. Dan ga ik er maar vandoor. Toedeloe! Tegen wie praat hij dan? Oh. Oh nee. Ik lol. Niet zo goed doordacht plan, denk ik. Maar hij slaagt er toch in om weg te komen. Want als hij niet zou wegkomen, dan zou het gewoon echt heel irritant zijn. Maar goed. Ach, waarom doen jullie zo tegen draad? Gast, dit? Dit is gewoon Nintendo. Serieus, tegen draad? Serieus, Nintendo? Hoeveel wolgrappen kan je bedenken? Maar goed, hij is er vandoor. Oh, oké. Okay. Nou, hij is naar beneden gevallen. Oh, wat doet hij nou? Oh. Ja, hij dumpt wat van die bolletjes, zodat hij wat beter kan vliegen. Oh, nou, ik weet niet of hij het met opzet doet, of dat hij gewoon super dom is. Maar goed. Er is nog hoop. Bij het wegvliegen heeft Kamek handen vol wol. Oh, ja, oké, hij deed het niet met opzet. De overgebleven Yoshi's houden een spoedberaad. Hoe gaan we de anderen redden? We moeten die wol terugkrijgen. Kom, we gaan snel die vervelende schurk achterna. Nou, ik neem wel aan dat ze weten dat het Kamek is, maar goed. En zo begint een nieuw avontuur. Kunnen zij een goed einde aan het verhaal? Serieus, Nintendo? Veel succes, Yoshi's. Kom op, te veel wolgrappen. Yes, de blauwe Yoshi. Dat vond ik leuk. Hé, we kunnen nog niet springen. Maar laten we even
een beetje de boel ontdekken. Nou, ik vind het wel... Nou, ik bedoel verkennen, maar goed, het is een soort van hetzelfde. Maar zoals je ziet, overal waar ik loop, zakt het een beetje in. Dat heeft ook de textuur van, het wol. En dan heb ik dit. En dan heb ik de Amiibo Hut. En dan kan je er allemaal Amiibo op zetten. En dan krijg je een soort van Yoshi in de stijl van de Amiibo die je erop zet. Dus dat gaan we de volgende aflevering doen. En dan heb je hier de herinneringen tent. Ik weet nog niet wat dat is, maar dat gaan we... Oh, kijk, zo kan je snel rennen. Maar goed. Maar ik weet nog niet wat de herinneringen tent is, maar daar komen we denk ik later wel achter. Laten we gewoon naar wereld 1 gaan, want we hebben genoeg storyline gehad. Wel 5 minuten lang. Dus laten we nu gewoon echt beginnen met de levels. We beginnen met wereld 1, level 1. Wolle Yoshi gaat op pad. Ik ga het niet echt 100% proberen uit te spelen, want ik heb dit spel vaker gespeeld. En 100%, dat is best wel pittig. Maar ik ga gewoon collecten wat ik kan collecten. En dan gaan we gewoon zien... Ja, hoe het gaat lopen. Ik heb het nog nooit uitgespeeld. Ik heb het nog nooit echt zoveel gespeeld. Omdat ik het niet zo'n heel erg leuk spel vond. Alleen nu ga ik het wel gewoon wat meer verkennen. Oh, dit is echt... Gewoon, het is, ik vind het super vet dat alles soort van wol gemaakt is. Laten we een bol wol maken. Slok fijne op met B en hurk daarna. Ja, dat wisten we al. Want als je slim... En dan kunnen we dit doen. Ik heb het zo lang niet gespeeld. En dan... Boom. Ja, lekker. Lekker. Oh, moeten we ook op je springen? Hebben we een stempel? Het is Super Mario 3D World. En wat kan ik hier... Oké, ik moet de controls nog even super erg wennen. Want ik heb het zo lang niet gespeeld. Oeh, yeah. Ja, ik weet dat natuurlijk nog wel. Oh, we hebben nu een super grote bolbol. Oh, ik weet niet hoe vaak ik dat nog moet gaan zeggen. Een bolwol. Kan ik hierin? Mag ik erin? Yes! Je kan erin! Zoe! Oké. We hebben allemaal van die... die kristaldingetjes. Oh, hoeveel stempels in een level? 20? Oké, wacht. Zo. Boom. Oh. Ik vergeet steeds de controls, maar... Oh my god! Hoe schiet ik op jou? Ik heb geen idee. Ja, ik heb dit spel zo lang niet gespeeld. Maar ja. Daar is niet echt veel meer te verkennen. Ja, jou kan ik wel even gaan. Poef. Waarom lukt dat niet? Oh. Verkeerde knop, serieus? Wacht. Ik drukte gewoon op de verkeerde knop. Dus wacht, dan ga ik weer even naar beneden. Ik drukte serieus op de verkeerde knop de hele tijd. Kijk. Oh, oké. Dus ja, ik zei al, ik ken de controls amper meer. Maar daar komt verandering. Want we moeten dit spel natuurlijk helemaal gaan uitspelen in deze Let's Play. Wauw, ze doen er ook echt niks aan om mij aan te vallen. Want gewoon Shy Guys in bijvoorbeeld Captain Toad Treasure Tracker of zo, die gaan je gewoon echt achterna. Alleen deze gaan gewoon rustig zitten. Dus zien ze, denk je... Oh kijk, het is Yoshi. Hij gaat ons zo meteen opeten. Maar ja, dat boeit niemand. Fladdersprong. Houd A in gedrukt om korte tijd in de lucht te blijven. Oh yeah. Wee. Oh. Geheimen. Dat meen je niet. Oh. Oké. Maar ik weet niet hoeveel ik in een aflevering ga doen. Ik denk gewoon 1 tot... 3 levels per aflevering. Ik denk in deze maar 1 level. Gewoon dit level. Omdat er best wel veel introductie was. En ja, dat kan best irritant zijn qua video's en zo. Goed, even deze doen. Wat heb jij te zeggen? Laten we een bolwol gooien. Dat heb ik al zo vaak gedaan! Maar dat, boei. En wat? We hebben leventjes! Yay! Oh yes, bolwol. Kom op! Wow, grote. Ja, er komt niks meer uit. Ja, geheimpjes hoor. Oh yeah. Oh, nee. Oh. Yes, we hebben weer een stempel. Oh ja. Zo, dit weet ik nog wel. Huppatee. Oh, verkeerde knop. Oh, maar we hebben... Oh, oké, dat was interessant. Woop. Zo, dat is een grote bol. En precies in de goede kleur van waar het eruit komt. Als je snapt wat ik bedoel. Oh nee!
Nee, ik heb er een gemist. Oké, die moet ik weer even gaan pakken. Zo, huppatee. Maar ik vind het super cool dat als je rent, dat er dan wieltjes komen. Dit is super cool. Wow, we hebben er al 940. Hoe komen we hier? Oh, wacht. Wacht. Oh ja, kijk. Kijk aan. Zo, hier. Oh, nee. Oh. Zo. We hebben de tweede. Huh, wacht. Hebben we die eerst al? Oh, ik wist het niet eens meer. Oh, ik wist niet dat we de eerste al hadden. Waar was die dan? Oh, weer een, ja. Maar waar was die andere dan? Ik weet het echt niet meer. Maar goed, ik zal het wel zien als ik de video terugkijk. Huppatee. Even wat bolletjes. Oh, we kunnen er maar één. Schandelijk. Oké. Of schandalig. Ik weet het precies woord er niet voor. Maar dat boeit niemand. Oh, waar zijn we nu weer terecht gekomen? Boom. Oh ja, meer leventjes. Oh, we hebben al vol leventjes. Woo. En dan hebben we... Oh, gewoon een ding. Zodat we naar boven kunnen gaan. Een soort trampoline. En dan hierin. Oh, een cadeautje. Yay. En dan zo'n ding. Oeh. Misschien kunnen we dit level wel 100% halen. Ik weet het niet. Nee, niet te... Oké. We hebben weer een stempel. Wow, we hebben er al 14. Kijk, hij gaat er gewoon bij zitten. Zo van, ik ga zo dood, maar... Nee, wat? Waar sloeg dat nou weer op? Maar even serieus. Ze blijven gewoon zitten. En dan zit ze zo van... Je gaat echt... Ik ga zo meteen dood, maar dat doet niemand. En waarom sprong ik net op hun hoofd? Ik had net zo goed gewoon bolletjes wol kunnen pakken, maar goed. Die actie van net was niet al te slim. Want ik wist niet meer wat ik moest doen, maar goed. Yay! Ha! Lekker puh. Oké, wacht. Oké. Gaan we weer lekker verder. Huppatee. Wee! Kunnen we hierin? Ik weet niet of we hier... Oh jawel, we zijn hier al in geweest. Maar nu we er toch in zijn, moeten we toch die dingen kapot maken. Ik wil hier toch meer leventjes. Is altijd handig. Je weet maar nooit wat er gaat komen. En dat ding. En dan... Oh, nee. Verkeerde kant. Oké, dan kan ik maar gewoon net zo goed daarheen. En dan hebben we weer een cadeautje. En dan hebben we weer dat ding. Maar die hadden we al en dat wisten we al dat het daar zat. Dus ja, het boeit niemand meer. Dus ja, laten we gewoon verder gaan. Oh ja, dat moest ik nog even doen. Dus hier gingen we naar dood. Nou. Oh. Wolkies. Oh, scheef. Boef. Yes, oké. En hebben we een enorme bloem. Met confetti. Feestje. Wow, 1265. Die dingen krijg je echt snel. Of ik heb er gewoon superveel. Letterlijk. Zag je me serieus niet? Ah nee, ik heb er geen eentje meer. Oh wacht, kijk eens aan. Gewoon even twee. Huppatee. Weer een cadeautje. Oh, ik viel bijna. Yay. Oh nee, we hebben er een gemist. Maar zoals ik al zei, we kunnen niet 100% doen. Moet ik hier weer iets doen? Oh, ha. Haha. Nog een bloem. Nog een bloem. Haha. Oh, oké. Ook die Shy Guys. Oeh, ik heb zo'n geluk dat dat ding daar was. Hoppa. 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 Hoppatee. En dan nog een... Oh, we hebben geen bolletjes. Huh. Nu wel. Ha. Lekker puh. Oké, even dit ding. Wat krijgen we hieruit? Oeh, nog zo'n ding. Maar we hebben geen bolletje bol. Nu wel. Een grote. Een poepdrol. Een poepwol, zal je bedoelen. Een woldrol. Yeah, de nieuwe woldrol. Iedereen in de reacties. Hashtag woldrol. Oké, huppatee. Oh, moet ik hier of daar naar beneden? Ik ga eerst naar beneden. Sinds, ja. Oh, kijk. Dat was een goede keuze. Tenminste, dat laatste bolletje nog. We hebben de meerderheid van wat ik kan verzamelen. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. Dus is hier het einde?
Oh ja, het is er inderdaad. Dus laten we wachten tot het... Yeah. Ik wist niet echt waar we op wachten. Want ik dacht dat die bloemetjes betekenen dat als er 5 zijn, dat je dan... Ja, net als het gouden vachtje, maar dat betekent gewoon welke je hebt verzameld. Maar goed, we hebben het level gehaald. En dat brengt ook een eind aan deze aflevering. Hopelijk vonden jullie het superleuk. Vonden jullie het superleuk? Want ik hoop dat jullie het vonden. Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie allemaal in de volgende video's. En dan zeg ik later.